Hi, mijn naam is Bart van der Belt, spreker, trainer, ondernemer en auteur van het boek Fluitend Veranderen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers enthousiast blijven in tijden van verandering? Er gebeurt zo ongelooflijk veel in de zorg, de hele omslag naar de WMO, de rol die verandert van de medewerkers naar meer coachend. Ook in het onderwijs, passend onderwijs, grotere groepen, speciale leerlingen in de klas. Hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ervoor dat je zelf enthousiast blijft in tijden van verandering? Nou, mijn boek Fluitend Veranderen gaat daarover. Hoe zorg je ervoor dat je stap voor stap die verandering doorkomt? Dat je zelf een keuze maakt waar je naartoe wilt en niet continu laat leiden door alles wat er op je afkomt in je omgeving. Ik heb een presentatie, training, seminar daarover. En met plezier geef ik je graag een korte impressie. Komt ie aan. Loslaten van hoe jij denkt dat het zou moeten zijn, dat is de sleutel om je passie te houden, om bevlogen te blijven, om volledig er te kunnen zijn voor je cliënt. En volgens mij kunnen jullie met elkaar zoveel meer dan je denkt. Zullen we een experimentje doen? De enige plek die bestaat en die reëel is, is het hier en nu. En als je daarmee bezig bent en bewust van bent, kun je loslaten wat er was, meenemen wat waardevol is en dat investeren in de toekomst om in de toekomst het beste ervan te maken.